Goedemorgen, ik spreek met Peter, ik ben van de Rijksrecherche in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik even een 1 seconde mijn auto parkeren? Ja hoor. Anders overtreed ik de wet. Ja, dan moeten we niet... Nee, zeker niet bij u, nee. Shit. Oké. Ik sta met het licht aan. Ja. Ja, sorry. Oké, ik heb uw e-mail ontvangen en ik heb hem doorgenomen. Mm-hmm. Alleen wat u bij ons meldt, dat valt niet onder onze inzetcriteria. Dus dat is voor u waarschijnlijk vervelend om te horen, maar wij gaan hier niet mee aan de slag. Maar, wat bedoelt u precies? Het klinkt een beetje vaag in die criteria. Nee, wij gaan geen inzet plegen op uw melding. Mm-hmm. En dat heeft ermee te maken, u heeft aangiften gedaan, mm-hmm. meerdere. Mm-hmm. En u refereert onder meer aan 1 aangifte die u heeft gedaan in 2016. Dat weet ik. Uw zaak is mij inmiddels bekend dat u meerdere aangifte heeft gedaan. Terecht, hè? Ja. Alleen, ja, of dat al dan niet terecht is, dat is ook voor mij als organisatie niet relevant. Mm-hmm. U moet namelijk zijn bij of de politie of het Openbaar Ministerie. En daar houdt het mij op. Maar daar ben ik 14 jaar geweest, meneer. En spijt me zeer, politie, goed, die is wel toegankelijk. Daar heb ik ook exacte melding van gekregen die ik met u gedeeld heb. Dat wil zeggen dat ze gezegd hebben, elke aangifte die u heeft gedaan is gewoon structureel niet opgenomen. Dat is er niet 1, dat zijn er meer. En dat zijn zeer ernstige misdrijven waardoor ik nu mijn leven in gevaar is. Zonder overdrijven. Ik ben dakloos geraakt van de corona. Ik heb gelukkig net de coronatest gedaan die negatief is. Dat is gisteren afgerekend met GGZ. Dat is dan een klein beetje goed nieuws. Maar voor de rest is de situatie dramatisch. Echt dramatisch. Ik heb definitieve onherroepelijke beschikkingen. Rechterlijke beschikkingen. Aan mijn zijde. Waaruit mijn gelijk en rechten blijken. Daarvan zijn diverse aangiften gedaan. En ja, ik ben het geheel met u eens. Alleen dan wil ik dat er een contactpersoon binnen justitie wordt aangesteld. Die voor mij toegankelijk is, meneer. Want, ja, maar justitie, wat verwacht u van ons dan als rijksgegeven? Dat u dat meeneemt. Ik begrijp u helemaal en ik wil graag een oplossing. Maar waarin meenemen dan? We gaan rijksrecherche onderzoeken wantoestanden binnen politie en justitie. En machtsmisbruik door politie bijvoorbeeld of justitie die aangifte eenvoudigweg niet opnemen. Dat is een wetsovertreding, maar dat is een verplichting om een suppo-beslissing bijvoorbeeld af te geven bij niet-vervolging. Er loopt nu een artikel 12 procedure in Den Haag bij het strafhof. Ja. Die zeggen, regel zelf, die CEPO-beslissing. Ja, alleen als ik 833 e-mails moet sturen, en dan wordt het schrijnend. Ik heb bijvoorbeeld de GGZ-crisisdienst een keer thuis gehad. Die zeggen, ja, politie heeft een signaal gegeven, ze maken zich zorgen, want die stuurt 833 e-mails. Ik zeg, nou, ik zou me even zorgen maken om de politie, want die 833 e-mails is aan de rechercheur, wat is de status van de aangifte? Geen enkel antwoord gekregen. Dan moet politie natuurlijk niet gaan zeggen dat ik gek of verward ben, want dan worden mensen boos. Maar dat heeft te maken met integriteit, waar u aan refereert. Precies, en dat is dan een wetsovertreding. Dat is een wetsovertreding van de strafrecht. Nee, want niet alle integriteitsschendingen zijn strafrecht gerelateerd. Als u geen antwoord krijgt op vragen die u stelt. Nee, op aangifte. Op aangifte. Als mensen aangifte doen, dan verwachten wij dat er een strafproces volgt. En dan kan vrijspraak volgen. Dat wil niet zeggen dat er altijd een strafproces volgt, want er kan al eerder een CEPO plaatsvinden. Ja, maar dan moeten ze dat CEPO delen, meneer. Dat is deze punt. Maar dan komt u bij ons, maar wij gaan niet over die CEPO-beslissingen. Die zijn er niet. Die kunnen wij niet voor u gaan voorzien. Ik ook niet, meneer. Dat is het probleem. Ja, maar... Dat is de wet. Als ik u zeg, wij voorzien niet in CEPO-beslissingen... Uh-huh. Nou, mooier dan dat kan ik het niet maken. Dat is niet leuk om te horen, maar dat is wel zoals de waarheid is. Nee, maar dat snap ik. En wie heeft de wettige plicht volgens de strafwet om die te voorzien? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Dat hangt er vanaf wie de CEPO-beslissing neemt. Ja, oké. Okay. Als er een politie-CEPO is mogelijk en dan krijgt hij een brief van de politie. Oké, en waar is die brief? U onderbreekt me nou. Ja, dat was ook lastig. Ja, ik voel me een kastje aan de muur te zitten, meneer. Mijn leven staat op het spel. En het wordt een beetje schrijnend wanneer mensen dat iedere keer moeten melden. Ik had ook een heel kort e-mailtje naar je kunnen sturen van meneer Maasvolk. Dat kunnen niks voor u betekenen. Want CEPO-beslissingen en brieven en dat soort zaken valt niet onder ons.
ik bel jullie op. Nee, dat snap ik. En als de politie een CEPO-beslissing neemt. Maar dat hebben ze niet gedaan. U praat over een theoretische situatie die niet concreet de waarheid is. De waarheid is, de politie en justitie hebben geen CEPO-beslissingen afgegeven. Daar gaat het om. Dus ik volg u helemaal, maar laten we dan debatteren, en dan onderbreek ik u niet, over het werkelijke verhaal, namelijk dat CEPO-beslissingen ontbreken. En dat is een overtreding van de strafwet. Voor justitie. Ik hoor u zeggen dat er geen CEPO-beslissingen zijn. En dat weet ik niet. Ja, dat heb ik gemeld. Dat is vorige week gemeld aan de politie, door de politie en mij. Ze hebben de aangifte niet opgenomen. Alle zeven. Ja, dan krijg je geen CEPO-beslissingen. En noemt u eens een specifieke? Even kijken. Aangifte tegen meneer Voorvaart, 28 januari 2016, via strafpleitermeester Wester, na betaling van €8.000, bijvoorbeeld. Aangifte tegen meneer Rodriguez, 28 januari. Maar Martijn, die aangifte waar u het net over had, over Voorvaart. Uh-huh. U bent toch aan het politiebureau in Etten-Leur geweest? Ja, correct. Om daar te informeren, hè, naar de nummer van het procesverbaal. Ja. Correct. En wat was het antwoord? En volgens mij heeft u toen gevraagd naar de aangifte 2015. Of is dat een misvatting? Nee, ik heb niet gevraagd naar de aangifte. Ik heb gevraagd naar die aangifte. U vraagt mij net een concreet voorbeeld te geven. Ik geef u het concrete voorbeeld. Mijn strafpleitermeester Wester die heeft op 28 januari een aangifte tegen meneer Volvaart ingediend wegens bedrog, afpersing, misleiding met een schadepost van €433.000 haaks op definitieve onherroepelijke civiele beschikkingen. Ja. Daarvoor is aangifte gedaan. Dat is vrij fors, meneer. Ja. Dat gaat om een forse schade. En ik lig momenteel letterlijk op straat bij een tankstation terwijl ik recht heb op geld. Conform beschikkingen. Die aangifte is keurig gedaan met bewijs door een strafpleiter. Op 4 februari belt rechercheur Van Beurden mij 4 dagen later en zegt, komt u naar het bureau om die aangifte te ondertekenen? Dat heb ik gedaan, om 16:30. Al die bewijzen heb ik, om 5 jaar later te horen te krijgen van de politie voor aangifte voorwaarts. Nee, u heeft geen aangifte gedaan. Ik zeg, mevrouw, u ligt. Ja, u heeft toch een afzicht van die aangifte meegekregen? Nee, dat heeft mijn strafpleiter op 28 januari per e-mail is dat toen gedaan. Die e-mails heb ik nog, maar dat is gewoon per e-mail gestuurd aan meneer Van Beurden. En die heeft dat gewoon niet opgenomen. Punt. Zo simpel is het. Nou, dat is bezijde de waarheid, want dat heb ik al vastgesteld via het systeem. Hoezo bezijde de waarheid? Nee, dat is een misvatting bij u, dat die aangifte niet is vastgelegd en geregistreerd. Nou, maar waar is dan de CEPO-beslissing? Dan kunnen ze gewoon een CEPO-beslissing geven. Ja, maar als deze aangifte naar het Openbaar Ministerie gaat, dan is de politie niet degene die u een CEPO-beslissing moet geven, maar het Openbaar Ministerie. Ja, en waar is het Openbaar CEPO-beslissing? Ja, maar dan kunt u de schuld bij de politie neerleggen, maar u moet bij het Openbaar Ministerie zijn voor de CEPO-beslissing. Ja, maar die reageren niet, meneer. Ja, maar wat kan de politie daaraan doen dan? Want u heeft een heel verhaal... Nee, dat gaat serieus. Ik meld een klacht over politie en justitie. Wij burgers, ik heb met meneer Korsten gesproken van de politie, toen dat tijd. En dat was een zeer prettig gesprek. En die zegt, Kees, ik begrijp compleet je frustratie, zegt hij. Alleen, het is zo, er is een scheiding tussen politie en justitie. En dat zijn twee gescheiden organisaties. Ik zeg, meneer Korsten, dat begrijp ik geheel. Alleen, u moet ook begrijpen dat wij als burgers, volgens het proces, wanneer we aangifte moeten doen, bij u de politie moeten komen. En op het moment dat u vaststelt als politie dat een officier van justitie zijn werk niet doet, de wet overtreedt, dan willen wij burgers ook geholpen worden dat we zeggen de politie dan die OVJ aanspreekt. Want ik word gewoon genegeerd, meneer. Ik krijg de lepra-behandeling. Een slachtoffer van 41 fucking misdrijven. Sorry, maar zo liggen de feiten. Nou, dan worden mensen woest. En dat is niet persoonlijk naar u, maar Rijksrecherche. Ja, ik heb uw website gelezen en daar staat u... als Rijksrecherche onderzoekt misstanden binnen justitie. En terechte misstanden, dat wil zeggen dat er een terechte klacht is. Maar ja, mijn klacht is dan, u zegt, justitie moet CEPO-beslissing afgeven. Ja, die hebben we niet, meneer. Dus heeft justitie houdt zich niet aan de wet. Dat is een terechte klacht over de Rijksrecherche. En dan is de oplossing heel simpel dat u tegenover je visser zegt als Rijksrecherche, stuur die man de CEPO-beslissing, stuurt hij geen enkel e-mail meer. Zo simpel is het. Als ik vandaag voor 5 uur die CEPO-beslissing heb, hoort u nooit meer wat van me. Ja, nou ja, goed, ik kan dat niet voor u bewerkstelligen. Ja, ik ook niet, meneer. En klachten, nogmaals, die onderzoekt de Rijksrecherche niet. Klachten die worden onderzocht in eerste instantie door de instantie die de betrokken partij is. En wie is dat dan? Dus als u een klacht heeft over het Openbaar Ministerie,
in eerste instantie moet u de klacht indienen bij het Openbaar Ministerie zelf. Ik heb aangifte. En als u van mij. Ja. Ja, ik heb aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie wegen samenspanning en kleding van Rijn. En poging tot doodslag. Ja. Maar dat heeft u niet wel gedaan. Nee, dat heb ik bij het Openbaar Ministerie zelf gedaan. Dat is een slag die zijn eigen vlees moet keuren natuurlijk. Ja, maar dan bent u weer bij het Openbaar Ministerie. En wij zijn geen onderdeel in die zin van het Openbaar Ministerie. Oké, okay. Nou, helder, ik merk het. Het antwoord is nee, dat snap ik. Oké, okay. Dank u wel. Dus u zegt, rijksrecherche onderzoekt geen wantoestanden bij de justitie wanneer die feitelijk bewezen zijn. Dat wil zeggen bijvoorbeeld wanneer aangifte structureel niet behandeld zijn door de justitie. Wij onderzoeken geen klachten over het Openbaar Ministerie of over de politie. Wij zijn geen klachtenbureau. Nee, maar ik heb ook geen klachten ingediend. Ik heb een aangifte ingediend tegen het Openbaar Ministerie. Ik ben gesproken. Ja, maar die heeft u bij het Openbaar Ministerie ingediend. Ja, maar die en het Openbaar Ministerie zal die beslissing moeten nemen. En als ze dat niet doen, dan heeft u daarover een klacht. Bij wie? Bij het Openbaar Ministerie zelf. Dat klopt. En als, als u daar geen reactie op krijgt, dan kunt u daarna naar de ombudsman. Mm-hmm. Maar dan bent u volgens mij ook mee bekend met de ombudsman. Ja, die hebben me gelijk gesteld in een andere zaak. Dat was met de belasting, ja. Voor 100.000 euro door de Belastingdienst geplukt. Ook dat is bewezen. Ook daarvoor ben ik gek verklaard. En na 10 jaar strijd is dat ook bewezen dat het zo was. Dus ja, ik begrijp het. Oké, okay, nou goed, dan moeten wij burgers bereiken. Nou goed, die opmerking had ik even voor u. En ik hoop niet dat u daar bepaalde zaken mee bedoelt. Ja, ik zie geen uitzicht meer, meneer. Ik heb alles keurig gedaan wat een normaal mens kan doen. Wanneer een mens 8000 euro eerst een strafpleit in deur zegt, onderzoek nou eerst eens of het klopt. Dat is 2 jaar heeft er plaatsgevonden. Die zegt het klopt op basis van de feiten. We dienen aangifte in. Sterker nog, OVJ Kollenburg was toen dat tijd de compact persoon. Die zegt, als misdaad u niet bevalt, dan doet u maar aangifte. Dat was letterlijk een brief die we ontvingen. Goed, dat hebben we gedaan. En dan hoor je nooit meer wat. Dus ik begrijp uw hele verhaal. Ik hoop alleen dat u begrijpt op het moment dat ik als slachtoffer zeg, ik hoor structureel nooit wat op mijn aangifte. En dat betekent dus niet dat die misdrijven niet hebben plaatsgevonden die gemeld zijn. Goed, dan heeft justitie kennis van misdaad in dat geval. Ja, dan hoor je bij wet weten plichtig als je niks doet. En CPO-beslissingen zijn de wettige wijze. En ik begrijp dat u zegt, ja, dan moet u bij justitie zijn. Ja, dat is heel grappig, maar dat zijn mijn 1800 e-mails aan OVJ Wisse die onbeantwoord zijn gebleven. Waar is de CPO-beslissing? Zelfs recentelijk nog. U heeft ooit bij de advocaat Tom Wester in Amsterdam kennelijk via hun die aangifte laten verlopen, althans één van de aangiften. Nee, niet één. 7 heeft hij gedaan. Dan heeft hij dus 7 gedaan. Maar goed, dat is al bewijs. En waarom laat u het advocatenkantoor dan niet informeren bij het Openbaar Ministerie? Misschien worden die. Weet u wat dat kost, meneer? Ik ben dakloos. Weet u wat een advocaat kost? Ja. Waarom moet een slachtoffer van misdaad iedere keer. Ik heb 144.000 euro tot heden uit moeten geven aan misdaad. Zonder overdrijven. Omdat politie en justitie in Nederland gewoon absoluut niks doen. 4 van de 5 aangiften worden gewoon structureel niet behandeld in Nederland. Goed, ik weet u, we moeten verder, u ook. En ik bedank u voor het belletje, dat waardeer ik dan. Ik ben het geheel met u eens dat het de taak is van het Openbaar Ministerie om zijn beslissing af te geven. Daar ben ik het met u eens. Waar ik het niet met u eens ben, dat u zegt, als zij dat niet doen, wat een wettige verplichting is volgens de strafwet. Ze kunnen ofwel een beleidscepo afgeven of een technische CPO afgeven. 1 van de 2. Ja, er zijn heel veel varianten mogelijk. Nee, er zijn maar 2 varianten mogelijk. Een beleids- of een technische CPO. En het begint met de beoordeling van een technische CPO. Daarvoor zijn 7 zaken. Mogelijk, 7 redenen. Goed, dat moet allemaal gedocumenteerd worden. Of middels een gesprek. Want dat is toch de meest simpele en praktische oplossing. Dat iemand tegen justitie zegt, jongens, dit loopt fout af. Ga eens een keer in gesprek tenminste met de meneer. Ongeacht wie gelijk heeft. Maar als dat zelfs niet mogelijk is, ja, dan wordt het boos. Sorry, dan voel ik me echt schandalig behandeld. Sorry, het spijt me, maar... Ik kan die beslissing niet voor u gaan dwingen. Dat is een keuze die men maakt voor u. Nee, dat is de keuze die justitie maakt. Ja, maar naar u? Maar nou, ik heb niks van justitie, want die reageren op niks. Dus, ja, maar er wordt een keuze naar u gemaakt. Er wordt kennelijk een keuze gemaakt om naar u niet te reageren. Op enig moment. Ja, dat is een overtreding van de strafwet, meneer. Ja, maar als dat zo is, ja, dat zou uit onderzoek moeten blijken. Maar wij gaan dat niet onderzoeken. Nou ja, goed, dat is dan een helder antwoord. U onderzoekt overtredingen door het ministerie van Justitie van de strafwet. Feitelijk hebben we ze niet. Goed. Oké. Okay. Meer kan ik niet doen, meneer. Oké. Dan meld ik dat aan Interpol. Ook goed.
Nou, dat staat u vrij, uiteraard. Natuurlijk. Is al gemeld vorige week, dus... Oké. Okay. Super, dank u wel. Goed, voor niks. Meneer Schakel, dank u wel. Dag.